Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. De inheemse zijn niet meegenomen in dit verhaal. Terwijl degenen die als eerste tot slaaf gemaakt zijn in Suriname, dat zijn inheemse geweest. Een kritiek dat vandaag wel geleverd is, is dat de inheemse, dat er ook excuses aangeboden zou worden aan de inheemse. Maar ik denk dat moet zeker. Dat moet zeker. Aan de inheemse, zeker. Want de inheemse, in de eerste plaats hun land is afgepakt. Maar verder, zij zijn ook tot slaven. Kijk, die slavernij-excuses gelden ook voor de inheemse. Want de inheemse zijn meteen ook tot slaven gemaakt. Ze zijn niet gekomen vanuit Afrika, maar de inheemse zijn hier meteen als slaven gemaakt. Als je die inventarissen ziet van plantages, dan zie je meteen hoe erop geschreven staat. Zoveel Indiaanse slaven, de inheemse natuurlijk. Ja, maar deze slavernij, excuses, maar ik denk dat zou wel zeer een beetje explicieter mogen. Wat vindt u van de kritiek dat de inheemse niet genoemd zijn in deze verklaring? We komen nu met een kabinetsreactie richting het parlement, richting de Tweede Kamer. Daar worden ze ook expliciet genoemd, omdat we ook weten en zien welk leed is aangedaan aan de inheemse. Is gemiste kans geweest om het niet gelijk op te nemen in de verklaring? In de verklaring zijn ze wel genoemd en nogmaals, in de kabinetsverklaring die nu naar het parlement gaat, worden ze expliciet benoemd. Ik heb aangegeven dat de kabinetsreactie worden de inheemse expliciet benoemd. We zijn ook zeer bewust als Nederlandse regering dat we, zeg maar, mag ik zeggen, de eerste Surinamers die hier woonden, welk leed hen is aangedaan. Krijgt zij andere of een aparte fonds of behandelingen? Dat kunt u niet. De werkagenda die we nu opstellen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Suriname en ook van Nederland. En daar gaan we mee aan de slag.